In deze clip wil ik laten zien hoe een camera denkt wanneer hij de belichting instelt. Ja, denken doet hij natuurlijk niet, maar hij is op een bepaalde manier geprogrammeerd om bepaalde waarden te kiezen voor diafragma, sluitertijd en ISO. Goed, we kijken hier achter op een EOS R6, maar dat kan elke andere EOS camera zijn, in de P-stand, auto ISO. Dus in principe doet hij alles automatisch. We hebben er een 70-200 lens op staan, F4. Ja, en we hebben een variabel lampje die het onderwerp belicht. Dat is in dit geval gewoon een plaatje van Amsterdam. Maar het gaat even om het idee. Hoeveel lichtje aanwezig is, zie je in het streepje. Want ik heb net zodanig gekaderd dat je naast de camera nog een stukje helder licht ziet. Dat geeft een beetje de helderheid van de omgeving aan. Dus hoeveel het licht die te opvatten. En je zult zien, dat wordt gaandeweg dat we dit aan het bespreken zijn, wordt het donkerder. Goed, we beginnen maar eens met de hoogste stand van de lamp. Dus dit onderwerp wordt nu maximaal belicht. Dan kiest hij ISO 100. Want het is buiten, heb veel licht en hij is geprogrammeerd. Ik moet een zo laag mogelijke ISO nemen voor een zo hoog mogelijke beeldkwaliteit. Dat is zijn eerste les die hij heeft geleerd. Hij gaat natuurlijk uit van het 50% principe. Dus ik heb nou niet onder of over belicht. Dat moet je dan zelf bepalen. Maar goed, dan is ISO 100 zijn eerste keuze. Wat doet hij dan verder? Nou, hij zal dus bij een F4 lens nooit F4 kiezen wanneer er veel licht is. Want dan zegt hij, nee, ik kan beter ergens rond de 8 zitten. Hè? Tussen de 5,6 en 8. Dat is het scherpste deel van het diafragma voor de lens. Dus daar probeer ik in te blijven. En die sluitertijd, die wil ik zodanig kiezen dat er geen bewegingsonscherpte is in het onderwerp. In dit geval dan een 250ste. En ook niet ten opzichte van de brandpunt van de lens. Want ik sta uit de hand te fotograferen, dan geldt de 1 gedeeld door F-regel. Dus ik moet hier eigenlijk bij een 80ste of een 60ste is maximale sluitertijd om uit de hand te fotograferen. Dat probeert hij dus ook in de gaten te houden. Goed, nou, dit is dus een zonnige dag en leuk en alles. ISO 100, dit is geen probleem voor de denktrand die een camera heeft. Maar nu wordt het licht minder. En let maar eens op, wat gaat hij doen? Nou, hij gaat in ieder geval niet de ISO omhoog doen. Dat doet hij nog niet. Maar hij begint het diafragma wat te vergroten, hè, want er komt minder licht. Ja, en hij verlengt de sluitertijd. Dat gaat zo'n tijdje door, hè, want ik heb steeds minder licht. Dat zie je links naast die camera. Dat balkje wordt steeds minder belicht. Tot op een bepaald moment dat hij denkt van ja, een 80ste. F4 is nu al zijn maximale diafragma. Hè, dus daar kan hij het niet meer mee winnen. Daar kan hij niet meer licht mee toelaten. Maar F4 is over het algemeen nog een redelijke goede waarde om een scherpe foto te hebben. Hè, dat je dus nog geen last hebt van onscherpte. En die 80ste, ja, dat begint nou toch wel zijn onderwaarde te worden. En je ziet wat er gebeurt. Hij gaat de sluitertijd niet verlengen, want dat is hem geleerd. Ik ga niet verder dan een 60ste of een 80ste. Ik ga de ISO verhogen. En je ziet, naarmate dat ik minder licht heb, gaat de ISO omhoog. Dus in wezen doet hij eigenlijk precies wat jij doet. Ja, je denkt eerst van, ik wil een zo laag mogelijk ISO. Kom ik bij een sluitertijd die eigenlijk al te lang wordt, dan ga ik de ISO verhogen. Dus die camera doet het helemaal niet zo verkeerd. En wat die camera ook goed doet, en dat is wat een mens wel eens vergeet. Kijk, voor 70 mm is die 1,80ste natuurlijk prima. Maar stel je gaat nu inzoomen. Dan weet die camera dat. Die weet dat het brandpunt 200 mm gaat worden. En die 1,80ste die hij eerst hanteerde, gaat hij nu veranderen naar 1,200ste. Natuurlijk nog F4, want met die F4... ja, heeft hij zijn maximale lensopening, maar dan gooit je dus de ISO omhoog. Dat zou je dus zelf kunnen vergeten. Stel je staat er in Amsterdam, ja, je hebt een goede belichting bij 70 mm. Dan heb je een 100ste of een 80ste met ISO 640. Je gaat inzoomen, je verandert niks aan die getallen. Dan zou die dus goed belicht blijven, maar dan heb je dus een 80ste seconde bij een brandpunt van 200 mm. En dat kan dus een bewogen foto worden. Dus eigenlijk is je ook een beetje slimmer dan de mens. Zou ik hier een 2405 op hebben, dan zou ik op 24 mm naar dit onderwerp kijken, kiest hij toch niet langer dan een 60ste. Want hij weet, langer dan een 60ste, en die vlag beweegt daarboven, dan is die vlag bewogen. Dat wil ik niet. Ja? Dus nou, dit is de manier waarop een camera denkt. En we gaan het licht maar weer eens een beetje aandoen. En dan komt hij weer netjes terug op de waarde die ik heb. 250 7,1 en ISO 100. Nou, tot zover hoe denkt een camera. Je hoeft dus helemaal niet bang te zijn voor die automatiek. Want eigenlijk zolang je met de lichtmeter werkt, maakt het niet uit in welke stand ik werk. Al werk je in de M-stand, die lichtmeter bepaalt hoe je het onderwerp gaat belichten en wat voor getalletjes dat daar komen staan.
En ja, wil je meer controle over de diafragma, dan zet je hem in de AV-stand. Wil je meer controle over de sluittijd, zet je hem in de TV-stand. Ja. En ook misschien een stand is de M-stand met auto, ISO. Dat is ook een hele leuke stand. Probeer dat maar eens. Er is een artikel over dit wat ik nu verteld heb. Kun je eronder lezen. Maar dit is hoe een camera denkt over belichting.